Het telecommunicatiebedrijf Suriname is hard op weg trendsetter van connectiviteit te worden in het Caribisch gebied. Het bedrijf heeft onlangs haar nationale breedbandproject officieel afgesloten. Binnen dit project is het kopernetwerk vervangen door een hoogwaardig glasvezelnetwerk en met het 5G-netwerk erbij kan het proces van sociale en economische ontwikkeling alleen maar bespoedigd worden. We zijn dit project gestart rond mei 2017. We hebben in deze afgelopen periode aardehanden weggetimmerd. We hebben meer dan 260 kilometer kabel aangelegd. U heeft het allemaal ook gezien. Langs de verschillende wegen een hele intensieve operatie waarbij wij in eerste instantie fiber tot aan de kasten die u dus nu ziet dicht bij u in de buurt. Fiber to the curb noemen we dat ook wel. En we hebben fiber to the home gedaan in gebieden waar de greenfield zoals we het noemen, waar er projecten in aanbouw zijn of in ieder geval niet in de binnenstad. Daarnaast hebben wij gewerkt aan LTE. We hebben de scope van het project een beetje bijgesteld en als gevolg daarvan hebben we ons mobiel internet aanzienlijk uitgebreid. Op een zodanige manier uitgebreid dat we vandaag aan de dag fastest mobile network in Latin-Amerika hebben. We zijn sowieso de snelste in Suriname, daar bestaat er geen enkele twijfel over. En wat er verder is, is dat wij ook nog eens een keer on top of that een zodanige deal hebben kunnen sluiten dat we ook nog 5G op de markt konden brengen. Een heel wat technologie. Zoals het gaat om de telecom-infrastructuur van zowel het vaste net als het mobiele net. Binnen de scope van het project was er ook nog een videoconference facility ten behoeve van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook dat project hebben we vandaag kunnen opleveren en hebben we de inauguratie van gehad. Naast dit alles ook Safe City. U heeft de palen allemaal gezien langs de wegen die in ieder geval zorgen voor een stuk videosurveillance die de politie, het korps politie Suriname kan verrichten. Dat is geen een project dat wij hebben opgeleverd ten behoeve van zeg maar de korps politie Suriname. Wij zijn slechts de uitvoerder daarvan geweest. En als we kijken naar de resultaten die ik heb mogen vernemen, dan ziet het er allemaal wel goed uit hoe de politie zeg maar hulp hiervan heeft, hieraan heeft om in ieder geval de gemeenschap beter van dienst te zijn. Nu als het dus gaat om ons mobiel breedband, zijn we de eerste sowieso in het Latijns-Amerika om onze mobile broadband connectivity. En dat is sowieso een verworvenheid vanuit deze investering die we hebben verricht. Maar het gaat niet alleen om de eerste zijn, maar dat is leuk, toch? En in sporttermen zeg je ook wel van eerste zijn is mooi, maar eerste blijven is moeilijker. Het gaat ook om het financiële resultaat dat we kunnen behalen. We merken ook dat we onze verdiensten uit mobile broadband zijn toegenomen vanaf het moment dat we met LTE zijn gestart. Toch? Dus je merkt sowieso dat we inspelen op een behoefte die er in de samenleving is. En dat is allemaal ook goed voor zeg maar de verdiencapaciteit van de onderneming om op den duur aan de, zeg maar, de financiële verplichtingen die er zijn te voldoen. We willen ook launchen dat u als burger zaken kan doen met bijvoorbeeld CBB online. Praten we weer over connectiviteit. Dus die basis is, zoals de directeur en secretaris dat ook hebben verteld, nu gelegd. En daarmee kan ik u als e-government coördinator elke Surinamer alleen maar feliciteren dat dit er eindelijk is. En in het bijzonder ook de telesuurders en Huawei bedanken, maar ook feliciteren met de mijlpaal die we hebben kunnen halen. Telesuur is net als een afdeling van de overheid. Dus kan niet eerste instantie kan niet verkocht worden. En nog een keer, zoals ik het net heb uitgelegd, door de lening die wij nu gekozen hebben, is ook niet eens een deel van Telesuur als onderpand. Het gaat gewoon om een lening government to government, waarbij dus Telesuur daadwerkelijk terugbetaalt, maar de staat garant staat namens en of voor Telesuur. Dus Telesuur niet verkocht, niet als onderpand. ICT has been the engine of progress globally for the past 20 plus years, changing our daily lives. Today,
ICT brings new intelligence to us and enables further convergence of the digital and physical world. Social media, online banking, and e-commerce are just the start. More exciting changes lie ahead as ICT is restructuring traditional industries and creating a new industrial revolution driven by mobile internet. For example, electric motors and automated driving are beginning to redefine the automobile, while wearable technology and cloud computing allow people to observe and react to their environment in a more intelligent way, beyond the limitations of the human senses. Here in Suriname, we see connectivity through ICT as a catalyst for social and economic development. And so Huawei has done a lot of work with Telesu and the government of Suriname.